Zeer zeldzaam, maar oh zo nieuwsgierig. Er zijn nog maar twintig van deze Westergaard heidekoeien in de hele wereld. Tot dit weekend, want nu zijn het er 22. Ze heeft het kalfje laten zien en ze vindt het nu goed, denk ik. Ja. Het ja. is bijzonder, hè? want dit hadden jullie niet verwacht. Dit hadden wij echt niet verwacht. Moeder Bente laat haar jong Rabonte al zien, maar kalfje nummer twee, Jillian, blijft zich verstoppen. Het kalfje ligt hier uh, tussen de struiken, tussen de hei. Daar heeft de moeder achtergelaten. Niet om het in de steek te laten, maar gewoon om veilig geborgen te houden. In december werden de laatste 20 Westergaard koeien vanuit Denemarken naar Nederland gehaald. En de planning was om in de lente voor nakomelingen te zorgen. Maar ongezien was dat in Denemarken, waarschijnlijk door een losgebroken stier, al gebeurd. Koeienhoedster Wilma Tax kwam er dit weekend pas achter toen ze polshoogte ging nemen bij de heidekoeien. Toen zagen we al gelijk het kalf bij, bij die koe, Bente, zagen we al uh, rondlopen. En een andere koe zagen we ook apart. En toen we daar gingen kijken, zagen we dat die net bevallen was. De Westergaard heidekoe was 100 jaar geleden nog volop te zien in Nederland, totdat de behoefte aan melk flink ging stijgen. De melkproductie moest omhoog en toen is men door gaan fokken naar uh, ja, het echte Hollandse zwart nou ja, goed, En toen raakten deze koetjes uit, uh, uit de gratie, omdat ze ja. dus eigenlijk minder melk gaven. De koe kan het hele jaar buiten en omdat ze niet zo groot zijn, blijken de beesten ideaal voor het heidebeheer. De hoeven trappen namelijk maar weinig kapot. Wij zijn er heel blij mee dat ze dus hier op de heide een extra beheermaatregel voor ons uitvoeren. Maar ze zorgen toch dat de verbossing tegen wordt gegaan. En dat lijkt nu de redding van de soort.